Toen ik de gehuurde video's terugbracht naar de lokale Blockbuster videoshop, zei de jongen achter de kassa dat ik een boete van $40 moest betalen voor het te laat terugbrengen. $40? Kom op man, het is de eerste keer dat ik hier video's huur. Het zal nooit meer gebeuren, zei ik. Het spijt me, antwoordde hij. Dat zijn nu eenmaal de regels, ik kan er niets aan veranderen. Met veel tegenzin betaalde ik de boete en liep weg. Ik baalde als een beer en was vastbesloten om hier nooit meer terug te komen. Op de terugweg kon ik aan niets anders denken dan die belachelijke $40 die ik had moeten betalen. Er moet toch een andere oplossing zijn voor dit probleem? Ik was zo gefrustreerd dat ik besloot om mijn eigen videoverhuurbedrijf te starten en Blockbuster een poepie te laten ruiken. Ik verzon de naam Netflix en de rest is geschiedenis. Alhoewel, dit was de aanleiding. Het idee van Netflix kwam ergens anders vandaan. Ik had mijn eigen softwarebedrijf, Pure Atria, dat ik samen met mijn beste vriend, Mark Randolph, was begonnen in San Francisco. We waren jong en ambitieus om iets nieuws uit te vinden dat Silicon Valley op zijn grondvesten zou schudden. Iedereen had het over Amazon en wij wilden niets liever dan een online bedrijf opzetten dat net zo populair zou zijn. Het liefst iets met film, want daar waren we allebei bezeten van. Net als iedereen in Amerika. We werkten dag en nacht aan ons idee, maar we kwamen niet veel verder en verloren onze motivatie. Totdat in 1997 een bod werd gedaan op mijn bedrijf, Pure Atria, en werd verkochten voor $750 miljoen. Dit gaf ons de mogelijkheid het idee dat we hadden met Netflix verder te ontwikkelen met de beste technologie. We wilden de video's bij mensen thuis bezorgen, maar we realiseerden ons al snel dat het geen rendabel verdienmodel was. Het was een kennis die ons toen wees op een nieuwe manier van films kijken. DVD's. We besloten een test te doen om te kijken hoe sterk DVD's waren door ze per post op te sturen, om te beginnen naar ons eigen huisadres. Dat ging prima. De DVD's kwamen op tijd en zonder schade aan. Toen wisten we dat er een enorme kans voor ons lag die we moesten pakken. Ik investeerde $2,5 miljoen van mijn eigen geld in de start-up en stippelde een ambitieus businessplan uit. Het moest en zou lukken. In 1998 was het zover. We openden 's werelds eerste online DVD-webshop voor het huren van films. We boden de films aan voor $4 per stuk en daar kwam standaard $2 aan verzendkosten bij, zonder vaste inleverdatum, dus nooit geen boete voor te laat terugsturen. Alles leek perfect, maar in de werkelijkheid hadden we geen idee of mensen de webshop zouden gebruiken. Thuisinternet was in die tijd nog super traag en de meeste huishoudens hadden geen eens een DVD-speler. Gelukkig was er een groep van eerste klanten die in ons bleef geloven, waardoor we overleefden. En toen de snelheid van het internet verbeterde, in de jaren daarna maakten we in korte tijd een enorme groei door. Eind 1998 probeerde Jeff Bezos, de huidige CEO van Amazon, om ons bedrijf te kopen. We waren gevleid, maar zijn interesse bevestigde dat mijn partner en ik iets groots in handen hadden en wezen zijn aanbod af. Toen een paar jaar later de internetbubbel barstte, hadden we spijt als haar op ons hoofd. Investeerders trokken zich massaal terug en er was nauwelijks aan nieuw kapitaal te komen. We hadden geen andere keuze dan onze grootste concurrent, Blockbuster, te vragen ons op te kopen voor $50 miljoen. Een toenmalige CEO sloeg ons aanbod af. "Dat gaat helemaal niks worden," zei hij met een grijns op zijn gezicht. Dat moment zal ik nooit meer vergeten. Onze schulden liepen inmiddels flink op en ik had geen idee of we het ooit nog terug konden betalen. Toen we terugkwamen op kantoor, sprak ik onze medewerkers toe en informeerde ze over de kritieke financiële toestand van het bedrijf. Ze keken me met verslagen ogen aan. Het ontroerde me, omdat ik besefte dat iedereen die hier werkte zo gepassioneerd was en geloofde in wat we deden. We voelden gewoon dat we heel dicht tegen een succes aan zaten. Toen besloten we een alles-of-niets experiment te doen. Een vast abonnement per maand waarvoor je zoveel video's kon huren als je wilde. Het was een gok, maar het werd een enorm succes. We werden in no time mega populair. Het was begin 2000 en we groeiden onvoorstelbaar snel. Het aantal abonnees passeerde al snel de 6,3 miljoen toen Amazon besloot een eigen videowebshop te beginnen. Het gevecht om de beste, de grootste, de goedkoopste. Omdat we de prijs niet konden concurreren, moesten we wel blijven innoveren. Daarom besloten we een video streaming service op te zetten,
waardoor mensen met een internetverbinding onbeperkt toegang hadden tot films. Het aanbod aan films was beperkt en de service was enkel toegankelijk via Internet Explorer. Dit bleek een gat in de markt en al snel beseften we dat het tijdperk van de DVD's tot het verleden behoorde. De rest is geschiedenis. Vandaag de dag is Netflix de allerpopulairste online streaming service. Meer dan 200 miljoen abonnees wereldwijd. Wie had dat gedacht dat een boete van $40 me zo zou motiveren om een van de meest succesvolle startups ooit te realiseren? Als ik iets heb geleerd in al die jaren, is het om nooit op te geven. Geduld is een schone zaak en het brengt je vaak verder dan wanneer je voor het snelle geld gaat. Mijn naam is Reed Hastings en samen met mijn vriend Mark Randolph zijn wij de oprichter van online streaming giant Netflix.